Oorlogsdreiging in Europa. Op verzoek van Frankrijk ontwikkelde de Rotterdamse vliegtuigfabriek Koolhoven in 1938 het jachtvliegtuig de FK-58. En met succes. Want in januari 1939 bestelde Frankrijk in het neutrale Nederland een serie van 50 stuks die uitgerust moesten worden met motoren van de Hispano Suiza. Koolhoven kon deze order, naast het andere werk, niet allemaal zelf aan, zodat 10 stuks van de voor Frankrijk bestemde toestellen werden uitbesteed aan het Belgische Samka. In de Koolhovenfabriek op vliegveld Waalhaven zijn inmiddels circa 900 man druk bezig om naast andere toestellen ook de FK-58 voor Frankrijk in serie te bouwen. Op 12 april komt Prins Bernhard langs voor een demonstratie van de FK-58. En daarom is het Polygoonjournaal aanwezig om opname te maken van de fabriek en de demonstratie. De Nederlandse Defensiecommissie was ook op zoek naar moderne vliegtuigen en leurde bij andere fabrikanten. Maar die hadden geen belangstelling of Nederland vond de prijs te hoog. En de FK-58, die voldeed niet aan hun eisen. Uiteindelijk kwam men ten lange leste terug bij Koolhoven. In maart 1939 werd de tweede prototype voorgevlogen en getest. De evaluatie was overwegend lovend. Het resulteerde op 26 juli in een bestelling voor 36 stuks FK-58, waarbij werd gekozen voor de Engelse Bristol Taurus 3 motor. Om de piloten op te leiden, werd er vlak voor de Duitse inval nog 36 lesvliegtuigen voor de Nederlandse militaire luchtvaart besteld, die om tactische redenen als FK-59 zouden worden aangemerkt. Na het vertrek van Prins Bernhard is men bij Koolhoven dan ook in een goede stemming en men drinkt op een mooie toekomst. Maar toen op 3 september Engeland de staat van oorlog met Duitsland afkondigde, werd de export van vliegtuigmotoren naar het neutrale Nederland verboden. Op 10 mei 1945 valt Duitsland ook Nederland aan. De hele fabriek en gereedstaande en in afbouw zijnde toestellen gaan in vlammen op. En bij de Sapka-fabriek? Daar stonden de toestellen al verzendklaar op een trein. Maar ook die werden door de Luftwaffe in brand geschoten.